Tine springen, Niki. Gelijk pakken. Als je nou een paar onderdelen wil uitpakken die je altijd opvallen hier bij het spekkenbokaal, is de 150 meter, 300 meter en 1000 meter. Dat zijn incurante nummers eigenlijk, maar de verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Sprint, middenafstand. En daar komen ze net uit het wintertrainingsseizoen vandaan, stages. En dan zijn ze echt interessant op het moment te kijken waar sta ik op dit moment gewoon. Wordt zij nog achterhaald door Silke Berensen? Nee, Sabrine Vels, zij pakt de winst hier in 19-01. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de atleten gewoon een hele goede dag hebben gehad. Dat ze gewoon goed hebben kunnen presteren. Dat alles soepel is verlopen voor hun. En dat daarnaast de toeschouwers een leuke dag hebben gehad. Goede prestaties, eigenlijk nog gewoon een goede uitschieter. En dat de atleten naar het zin hebben gehad en dat ze graag hier willen komen. En dat wij gewoon een perfecte wedstrijd hebben neergezet. Amos met 2,24 en die gaat ook met de winst door. Het is traditioneel gezien de opening van het wedstrijdseizoen voor de atleten. En ook voor mij vaak. Vorig jaar was ik helaas niet bij door een kleine blessure, maar dit jaar gelukkig wel. En dan win ik ook nog de Ter Spekkerbokaal. Ja, dat is fantastisch.